De Surinaamse regering heeft in haar beleid met betrekking tot het diversifiëren van haar economie met name de focus gelegd op het bevorderen, CQ versoepelen van het personenverkeer van en naar Suriname. Bij de uitvoering van dit beleid is rekening gehouden met de herkomstlanden en andere bevriende naties. Dit beleid heeft reeds geresulteerd in een toegenomen personenverkeer met diverse landen en de CARICOM-lidstaten. In het kader van de afschaffing van de visumplicht voor het Schengengebied heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli, in de marge van de recente 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ontmoeting gehad met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Tijdens dit onderhoud is de visumafschaffing voor Surinamers in het Schengengebied opnieuw aan de orde geweest. Besloten is om dit onderwerp ter nadere bespreking voor te leggen aan de EU-commissie. Het visumbeleid van Suriname zal zich in de nabije toekomst ook richten op de algehele afschaffing van de algemene visumplicht voor burgers van herkomstlanden, met name Indonesië, China, India en landen op het Afrikaans continent. Aldus meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.